Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 7 april 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Gisteren was er geen tijd meer voor een SSTV-plaatje. Ik zal proberen dat vandaag goed te maken. Er is ook weer mosje en 8 PSK1000 met een hoofdstuk in tekst van de historie van onze hobby. Vandaag nog een keer een fragment van het programma Hobbyscoop uit 1978. Griet Titula vertelt zoals wij het van hem gewend zijn over nieuwe energievormen. Het fragment laat zien hoe gemakkelijk het is om bij de voorspelling van toekomstige ontwikkelingen de plank mis te slaan. Maar ook hoe weinig er op technologisch gebied toch eigenlijk ook in die 38 jaar tijd die er tussen nu en het fragment zit kan veranderen. Lodewijk, let vooral op. We hebben nog meer nieuws op het gebied van energie. Luistert u maar eens naar wat Griet Titulaar te vertellen heeft. De oplossing van de energiecrisis zou wel eens uit de ruimte kunnen komen. Technici van de Amerikaanse Boeing-fabrieken hebben een uitvoerig rapport gepubliceerd over de mogelijkheid om zonne-energie in de ruimte op te vangen en over te seinen naar de aarde. Wat is namelijk de situatie met de energieconsumptie in de wereld? Maar liefst 93% van de energie die er nu op de wereld wordt verbruikt, komt uit de aarde. Het is fossiele brandstof zoals aardolie, aardgas en steenkool. Slechts 7% komt uit de natuur, wind, zonne, getijden en zwaartekrachtenergie. Hoe we het ook wenden of keren, de voorraad fossiele brandstof zal opraken. Ooit zullen we alle energie uit de natuur moeten halen. We kunnen het moment waarop het zover is echter wat uitstellen door nu al te streven naar een andere verhouding dan 93% tot 7%. Door nu al te trachten veel meer dan 7% uit onuitputtelijke bronnen te halen. Zonne-energie is dan een veelgehoorde kreet. Het nadeel van zonne-energie op aarde is dat er het minste is als we het meeste nodig hebben, 's nachts en in de winter. Bovendien kan bewolking zorgen voor een flinke teruggang in de energieopbrengst. Deze moeilijkheden worden in de wereldruimte ondervangen. Een geostationaire satelliet, 36.000 kilometer boven de aarde, zit vrijwel voortdurend in het zonlicht. Zomer en winter hebben geen invloed en bewolking is niet mogelijk. De studie van Boeing werkt twee typen satelliet uit. De eerste is er een die werkt met zonnecellen. Op een oppervlak van 25 bij 5 kilometer, dus meer dan een stad groot, zitten maar liefst 14 miljard zonnecellen. Deze zonnecellen leveren een vermogen van 10.000 megawatt, dat is 2 maal het vermogen van de grootste waterkrachtcentrale in de Verenigde Staten. De opgewekte elektriciteit zal in de vorm van microgolfstraling naar de aarde worden overgeseind. Dat dit kan, mocht ik onlangs zelf aanschouwen bij proeven in de Verenigde Staten. Met 45 van zulke satellieten kan men de hele energievoorziening van de Verenigde Staten voorzien. Het tweede type werkt met warmtemotoren. Deze satellieten zijn voorzien van 4 parabolische spiegels, elk met een middenlijn van 5,5 kilometer. Het principe is dat geconcentreerd zonlicht een gas verwarmt dat weer turbogeneratoren aandrijft. Met de Space Shuttle kan rond 1983 ter demonstratie een eerste kleine energiestation worden gebouwd. In het jaar 2000 zal de helft van de energievoorziening niet alleen van de Verenigde Staten, maar van de hele wereld uit de ruimte kunnen komen. Ook Rusland is intussen onderzoek op dit gebied gestart. Berekeningen leren dat de prijs van deze zonne-energie uit de ruimte niet hoger hoeft te zijn dan de huidige energieprijs. Er is echter 20 jaar intensief onderzoek nodig om alle technische problemen op te lossen. Maar energie uit de ruimte kan een serieuze zaak worden. PA7 Delta Alpha geeft op 19 april, dat wil zeggen de week na komende week dinsdag, bij de afdeling Leiden een presentatie over zijn recente bezoek aan P4 Aruba. Jaap was ook geregeld vanaf Aruba op deze repeater te horen. Er is weer een melding primair gebruik bij. Van donderdag 14 tot en met zondag 17 april. Ook weer de hele band, dat wordt nog eens een gewoonte. Locatie is Assen en het evenement is Superbikes. Deel 18 van de historie over onze hobby. Amateurs houden zich meestal afzijdig in militaire conflicten. Een uitzondering was de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen er in feite officieel geen zendamateurs waren. Er is nog een bekende uitzondering waarin zendamateurs partij kozen in een conflict. Toen de Argentijnse krijgsmacht in 1982 de Falklands binnenviel, namen ze als eerste het telefoon- en radionetwerk van de eilanden over en sneden alle communicatielijnen met Londen af.
De Schotse amateur Les Hamilton, Golf Mark III, India Tango November, was in staat om cruciale informatie aan de Britse militaire inlichtingendienst door te geven, die hij via de amateurband van de amateurs Bob McLeod en Tony Paul Evans kreeg, die nog op de bezette Falklands waren. Het ging daarbij om belangrijke zaken als Argentijnse troepeninzet, details over bombardementen waar de Argentijnen hun radar hadden opgesteld en over militaire activiteiten van de bezetters. Dit soort dingen zijn echter niet waar de amateurs zich op voorstaan. Amateurs mijden op de banden normaal gesproken controversiële onderwerpen. En dat betreft niet alleen de politiek, maar het zijn ook een hoop andere onderwerpen als onderdeel van de gedragscode die amateurs wereldwijd belangrijk vinden. Er wordt vaak gedacht dat dat volgens de gebruiksvoorwaarden niet mag over politiek praten. Het is echter de laatste halve eeuw in Nederland niet verboden geweest, zolang het maar onbelangrijk blijft. Dat er niet over politiek of andere controversiële onderwerpen gesproken mag worden, staat dus wel in de gedragscode die amateurs wereldwijd vaak hanteren. Bijvoorbeeld was het in de Koude Oorlog zo dat amateurs aan de andere kant van het IJzeren Gordijn niet over politiek mochten praten. Dat was daar sowieso in zowat iedere situatie niet handig, want je wist nooit wie er meeluisterde. Via een amateurband was dat al helemaal een hachelijke exercitie. De regel om niet over politiek of andere controversiële onderwerpen te spreken is er vooral om mensen in die landen niet in verlegenheid te brengen. Daardoor zorg je ervoor dat ze zich vrij kunnen voelen om zich in ieder amateurgesprek in te melden. Een van de regels uit de gedragscode is ook dat amateurs zich in hun gesprekken altijd beleefd gedragen. In de jaren hierna speelde de computer een steeds belangrijke rol. Hoorde je na het aanvankelijke enthousiasme over wat toen de homecomputer heette in amateurkring nog wel eens verzuchten dat de amateurhobby en de computerhobby niets met elkaar te maken hadden. Met een dergelijk standpunt kom je heden ten dagen toch niet zo heel erg ver meer. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. Radio Controledienst. Dit is PA0ETE.